Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Mijn inventuif. Mijn mond is vol. Waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Heel veel met muziek. Heel veel verschillende projecten van andere mensen, van mezelf. En er is nog niks van uit, dus ik heb nog geen bewijs of zo. Ja, wat ik zeg, ik ben er druk mee bezig. Oh ja, hoe gaat het met mijn muziek? Ik moet even de vraag herhalen. Ik ben er druk mee bezig en zoals ik al zei, er is nog niks uit. Het komt allemaal nog. Het komt allemaal binnenkort, denk ik. Hoe ik die naam heb gekomen, dat weet ik niet meer. Dat is eeuwen geleden, dus fucking lang terug. Even wel 10 jaar of zo. Maar, ik heb de vraag weer niet herhaald. Hè? Iets met Korps de Plaag, hoe komen we op die naam en wat zijn we nu aan het doen? Nou, we zijn nu samen een filmpje aan het maken voor Punch-Out Battles. Eigenlijk die mijn mail heeft gestuurd. En verder ook bezig met muziek en dingen, komt vast wel wat aan. Dus houd me in de gaten. Hoe ik PLB tot nu toe heb ervaren. Als een battle die ik... Welke battle... vind ik een moeilijke. Ik vind in ieder geval die tegen Chris mijn slechtste. En ik denk mijn beste wel tegen Jeeves was. Vind ik zelf. Dan, zeg maar. Maar het is raar om over jezelf te zeggen, vind ik. Wat vind je van Noosie's groei? Ik vind het heel tof dat hij zich zeg maar herpakt heeft. Hij heeft een aantal battles gechoked. En de laatste paar keer had hij het goed gedaan. Had hij gewoon zijn rondes volgespit. En was dope. Dus dat vind ik van zijn groei dope. Welke battle van hem vond je het sterkst? Die laatste vond ik het sterkst. Tegen RMC. Hoe ik de battle tegen hem ga benaderen. Ik ga een klein kaartje kopen. Wel bij de Kruidvat. Dan zijn ze €13 voor het weekend. En dan ga ik naar Rotterdam toe. Elke battle van de achtste finale kijk ik naar uit. Ja, ik weet niet. Ik denk ja, sowieso die van Stef wel. Stef heeft lang niet gebattled. Verder weet ik eigenlijk niet. Ik kijk gewoon naar mijn eigen battle uit. Nou ja, ik kijk er nog een beetje tegenaan, maar komt goed. Wie zijn volgens mij de grootste kans hebben ze om die titel te pakken? Ik denk Waldo en Stef, man. Ik heb zelf nog iets te melden. Ik heb zelf niks te melden. Zorg dat je allemaal kaartjes koopt voor Punch-Out Battles. 25 juni in Plan C, Rotterdam. Kom checken, man. Wordt wel leuk, denk ik. Peace.